Op Landpark Assise in Biezenmortel zoekt zorgorganisatie Prisma naar nieuwe vormen van zorg en samenleven. Op donderdag 25 mei 2023 zijn alle partners van het Van Gogh National Park in oprichting, waaronder Prisma zelf, er te gast. Maar waarom is een zorgorganisatie hier eigenlijk bij betrokken? En wat betekent zorg voor de natuur als je, zoals Patrick, zelf op het landpark woont? Ik hou van de natuur, met de dieren, alles bij elkaar. Veel mensen verstoren de natuur ook. We moeten goed mee omgaan. 120 jaar geleden ongeveer zijn de broeders penitenten hier deze landbouwgronden gaan omvormen tot wat we nu het landpark noemen. Dus het landschap is gemaakt, maar heeft dankzij die ouderdom een status gekregen. In ieder geval een zodanige status dat het de moeite van het behouden waard is. En binnen dat landschap dan die ontwikkelingen door te maken die nodig zijn op het gebied van langdurige zorg. Of op het gebied van het ontwikkelen van duurzaamheid of een duurzamere economie. Aan de ene kant vind ik het juist ook een hele goede ontwikkeling. Om mensen van buiten de zorg meer te betrekken bij de mensen binnen de zorg. Ja, het idee voor Van Gogh National Park bestaat misschien al wel 10 jaar. En is voortgekomen uit de wens om nationale parken nieuwe stijl van wereldklasse te worden. Wat eigenlijk een beweging is om de nationale parken veel meer midden in de samenleving te zetten. Dus in verbinding met de mens, in verbinding met economische, recreatieve activiteiten, in verbinding met de landbouw. De komst van het Van Gogh Nationaal Park heeft het landpark geholpen in het herbevestigen van wat dan die waarden zijn en hoe je dat in de praktijk zou moeten brengen. Dus het was wat dat betreft ook helemaal geen vraag of Prisma partner zou worden van het Nationaal Park. Want het was precies dat grotere ruimtelijke, maar ook dat grotere beleidsmatige kader dat we zochten voor het landpark. Wij hebben natuurlijk ook een bepaalde oppervlakte met de grondstoffen, biodiversiteit. Eigenlijk troffen we hier een soort Van Gogh National Park in het klein aan. En ja, wat ik fantastisch vond om te merken is dat de mensen die bij het landpark Assisië werkzaam zijn, het Van Gogh National Park letterlijk omarmden als van yes, dit is een concept, daar voelen we ons helemaal zo lang bij, daar kunnen wij wat mee. Maar een Van Gogh National Park zonder landpark is ook niks. Dus we hebben elkaar hartstikke hard nodig. Zonder voldoende biodiversiteit en grondstoffen, ja, wordt het wel steeds moeilijker, zowel voor de insecten als voor enkele mensen, om te overleven op hun manier. U luisterde naar de 6e aflevering van de mini-podcast Klein kijken naar grote veranderingen. Naast de stem van bewoner Patrick hoorde u achtereenvolgens Robin Krijgsman, accountmanager vastgoed, inkoop en facilitaire zaken bij Prisma, en Ronald Kramps, gebiedsmanager bij Van Gogh National Park. De podcast Klein kijken naar grote veranderingen werd gemaakt vanuit de Franciscuskapel op Landpark Assisië. En de muziek is van Erik Vloeimans.